Yes. Beste mensen, goedenavond allemaal. We gaan beginnen. Fijn dat er een heleboel BNP'ers belangstelling tonen voor deze avond. De BNP startavond van 2024. Naast mij zit Hugo Wielemans van afdeling communicatie. Die gaat straks het een en ander vertellen over de verdiepingscursus broedvogels die wij jullie kunnen aanbieden. En daarnaast zijn er een aantal andere zaken die de revue gaan passeren vanavond, waar ik jullie iets over ga vertellen. Oké. Het programma voor vanavond. En de bedoeling is dat we hier in een uur ongeveer doorheen gaan. Ik begin zo met een korte introductie voor de meesten van jullie, waarschijnlijk niet meer heel noodzakelijk, over wat dat BNP ook alweer is en hoe dat zo'n beetje in elkaar zit. Dan wil ik even met jullie gaan kijken naar wat kersverse informatie gebaseerd op de allernieuwste BNP-trends tot en met het seizoen 2023, die inmiddels in concept hier beschikbaar zijn. Ik wil naar de website gaan en met jullie kijken naar waar jullie je eigen gegevens, je eigen telgegevens terug kunnen vinden en hoe je eventueel nieuw telgebied kunt claimen of nieuw telgebied kunt intekenen. Dan gaat Hugo, zoals ze zegt, iets vertellen over de verdiepingscursus broedvogels. En tot slot wil ik met jullie nog even kijken naar de Avimelk-app, waar velen van jullie in het veld gebruik van maken, die nog even met jullie doornemen. Omdat er behoorlijk veel mensen het tot ons grote plezier zijn aangesloten momenteel, is het niet mogelijk om tussendoor vragen te stellen, althans niet mogelijk om mondeling vragen te stellen. Je vragen zijn zeer welkom op de chat. En we zullen de vragen ofwel aan het eind van deze avond, dus na punt 6, gaan beantwoorden, ofwel we zullen ze op een wat later tijdstip vanavond of morgen beantwoorden aan degene die de vragen gesteld heeft. Dus dat is in grote lijnen wat we vanavond gaan doen. En nu vraag ik Hugo nog even hoe ik bij het volgende plaatje kom, want ik deed geloof ik iets verkeerd. Kan de link van Oh, hij werkt wel. Fantastisch. Dat klopt. Prachtig. Dan gaat Hugo even achter de andere laptop zitten om jullie chatvragen en opmerkingen te bekijken en deels al te beantwoorden. En ik wil dus om te beginnen jullie even meenemen naar wat BNP ook alweer is en hoe het in elkaar zit. BNP, broedvogelmonitoringproject, gestart in 1984 en uitgegroeid tot het belangrijkste project, meetinstrument, waarmee we de trends bepalen voor maar liefst 111 soorten Nederlandse broedvogels. En dat zijn dan vooral de wat talrijkere soorten en de schaarse soorten broedvogels. Nogmaals, velen van jullie doen er al jaren aan mee. Is ook hartstikke belangrijk voor het project. Maar toch even in een notendop, hoe zit het ook alweer in elkaar? Om te beginnen, en meteen een hele belangrijke, een BNP-telling, die voer je uit in een vast en duidelijk omgrensd, begrensd telgebied. Dat is heel belangrijk, omdat de bedoeling is dat je een aantal jaren die tellingen uitvoert. En het natuurlijk niet zo handig is als je dat ene leuke bosje het ene jaar wel meetelt en het andere jaar niet. De bedoeling is dat de gegevens goed met elkaar vergelijkbaar zijn van jaar op jaar. Dus een vaste grenzing, dat is een voorwaarde. Je gaat een aantal keren het veld in. Hoe vaak precies, dat hangt af van het habitat. In de meeste open landschappen ga je wat minder vaak het gebied in dan in bijvoorbeeld een gemengd bos of in een moerasgebied. Dan moet je een aantal keren, of moet je wat vaker gaan bezoeken. Er zijn vaak meer vogels te vinden en ze zijn ook nog lastiger te vinden. Dus
Vandaar dat je daar wat hogere frequentie hebt. Ja, dan een voor de mensen die moeite hebben met vroeg opstaan. Een hele lastige. In de meeste habitats is het de bedoeling dat je een aantal keren in de vroege ochtend op pad gaat. En dat is ook echt behoorlijk vroeg, zeker wat verderop in het seizoen. Want dat is rond of zelfs voor zonsopgang. Je loopt een route, een vaste route, door het telgebied. Daarbij let je heel goed op het gedrag van de aanwezige vogels. Want dat gedrag, en dat is echt iets wat bij BNP hoort, dat vertelt jou iets over de kans dat die vogel die jij tegenkomt daadwerkelijk in jouw telgebied zou willen gaan broeden, of aan het broeden is zelfs. Dus een vogeltje wat ergens een beetje zielig op een tak zit en verder niks doet, dat is heel wat anders dan een volop zingende vogel of een balsende vogel. Dus dat gedrag, en zang is eigenlijk een vorm van gedrag natuurlijk, dat is een hele belangrijke voor de BNP. Alle waarnemingen die je doet, die noteer je. Het is ook de methode van de territoriumkartering. Je noteert, je karteert de waarnemingen die je doet. Dat hebben we heel lang op papier gedaan. Je gaat het veld in met de papieren kaart, potloodje, pennetje erbij en je noteert die waarnemingen. Tegenwoordig doen de meeste tellers dat met Avinap. Dat is een app die speciaal ontwikkeld is om dit soort tellingen te kunnen verrichten. En aan het eind van van dit uur kom ik daar nog even op terug. Je gaat een aantal keren je telgebied bezoeken. Dus de resultaten van je tellingen is, nou ja, een aantal waarnemingen tijdens stelling 1, tijdens stelling 2, et cetera. Uiteindelijk wil je dat je resultaat is een aantal territoria per soort van het telgebied in het desbetreffende jaar. Nou, hoe kom je daar nou aan? Daar hebben we een hele set regeltjes voor bedacht. Die hebben we allemaal in een computerprogramma gestopt. Autoclustering. En wat wij aan het eind van het seizoen als tellers eigenlijk alleen nog moeten doen, is drukken op een knop. Autocluster alle soorten. En een minuut later heb je het resultaat van je telling in de vorm van territoria. Dat was jarenlang wel anders. Dan moest je dat allemaal handmatig doen. Potloodje erbij, gubbetje erbij. Heel goed kijken naar alle regeltjes in de handleiding. Die regeltjes, die zijn er nog steeds. Alleen, ja, die worden nu dus grotendeels uitgevoerd door dat computerprogramma. Dan volhouden, een hele belangrijke. Elk jaar dat jij een bepaald BNP-plot karteert, telt, worden de gegevens die je verzameld hebt belangrijker. Want juist die lange reeksen zijn heel belangrijk voor de kwaliteit van de trends die we met z'n allen, ja, verzamelen. Goed, de spelregels in een notendop. Wanneer ga je die tellingen uitvoeren? Dat doe je logischerwijs in het voorjaar, hè? De tijd dat vogels hun territorium vestigen en vervolgens voor een groot deel ook daadwerkelijk gaan broeden en jongen grootbrengen. Begin van het seizoen, dat is ongeveer nu, dus zijn het vooral de standvogels die actief zijn. Ongetwijfeld is een deel van jullie afgelopen weekend al buiten geweest. Hè? Het begint aardig voorjaarachtig aan te voelen en de vroege soorten zijn. Diverse spechten, sommige zangvogels zijn al heel actief, goed te merken. Dus rond deze tijd, ja, starten met die tellingen. April en mei, dat blijven de belangrijkste maanden, omdat we ten gevolge van klimaatverandering zien dat seizoen voor veel soorten steeds vroeger begint. Wordt het eigenlijk ook steeds belangrijker om ook in maart al wat tellingen te verrichten. Maar die piek blijft wel april, mei. En in eerste instantie, nu dus, richt je vooral op de standvogels en wat later in het seizoen op de zomervogels. En dat zijn de soorten die nu nog voor een groot deel in Afrika rondhangen en die nu die prikkels beginnen te voelen van verdorie, ik wil weer naar het noorden en ik wil weer naar mijn broedgebied toe. En die straks massaal de Sahara, de Middellandse Zee, Zuid-Europa oversteken en weer bij ons terecht gaan komen. Vroeg in de ochtend, ik zei het al, dat is heel belangrijk voor de kwaliteit van BNP-tellingen, zeker
in gebieden waar veel zangvogels voorkomen. Vooral veel van die zangvogels die pieken met hun territoriale activiteit vroeg de dag rond zonsopgang. En dat zie je op dit plaatje weergegeven. Het is niet zo dat je later op de dag niks meer kunt doen. En zeker in open terreinen, weidevogelgebieden bijvoorbeeld, kun je prima ook later in de ochtend of zelfs in de middag nog goede tellingen verrichten. Maar vooral op plekken waar veel zangvogels voorkomen, bossen, moerassen, et cetera, is het echt zaak dat je ook een aantal rondes doet in de vroege ochtend. En ja, daar zit dan ook weer een verschil tussen. Sommige soorten, zoals die merel, bekend voorbeeld, die pieken heel vroeg. En andere, ook sommige zangvogels, die zingen gemiddeld wat later. Dus het is ook weer van belang dat je ook een keer wat later op de ochtend begint. En dat kun je ook bereiken door steeds op verschillende plekken te starten met de tellingen in jouw telgebied. Komen vanzelf die hele vroege soorten aan bod en ook die wat latere soorten op die verschillende plekken. Broedcodes. Als er nou iets kenmerkend is voor die BNP-methode, dan zijn het wel die broedcodes. En jullie als ervaren BNP'ers weten dat ook. Je kunt alleen maar waarnemingen invoeren als je er ook zo'n broedcode of broedzekerheidscode volledig aan toevoegt. Je kunt nooit alleen maar zeggen, ik heb een merel gezien. Nee, je zult er altijd zo'n broedcode aan toe moeten voegen. En die broedcode is heel belangrijk voor die clustering. En gemiddeld gesproken is het zo, hoe hoger de code die je geeft, hoe waarschijnlijker het is dat die vogel daadwerkelijk een territorium zal hebben in jouw telgebied, of zelfs daadwerkelijk zal broeden en jongen groot zal brengen. Hè? Code 16 zie je staan, nest met jongen. Nou, dat lijdt geen twijfel. Code 0, de laagste code, die vogel zit er wel, maar je kunt op geen enkele manier zien of die ook iets territoriaals doet, of die echt van zins is om een territorium te vestigen. Nou, en daar zit een hele trits codes tussen. In de praktijk is de broedcode 2, zingend of walsend individu, bij veel soorten een heel belangrijke en heel veel gebruikte broedcode. En in mindere mate geldt dat voor code 3, paar in broedbiotoop. Gebruikers van de Avimap-app, die zullen ook gemerkt hebben dat we die meest voorkomende broedcodes als standaard voor je klaar hebben gezet. Dus dat maakt het eigenlijk weer makkelijker bij het invoeren. Als er een broedcode 2, straks nog even zien, voor je klaar staat, hoef je eigenlijk, en je hebt gewoon een zingende vogel, hoef je niks extra's meer te doen, krijg je vanzelf de goede code. Maar kom je een nest, bezet nest van de merel tegen, ja, die staat standaard op code 2, zingend balsend. Jij ziet een nest staan en dan moet je dat even aanpassen en daar broedcode 16 van maken. Goed. Elke waarneming, zoals ik al zei, moet je de broedcode noteren. Nou, allemaal basisinformatie, basisregeltjes die bij dat BNP horen en die samengevat terug te vinden zijn in de BNP-handleiding. Vorig jaar nieuwe editie, verschenen, nieuw jasje, maar ook een paar inhoudelijke aanpassingen. De belangrijkste aanpassing, die zit hem ook weer in die spelregels, in die clusterregels. We hebben namelijk voor een aantal soorten zijn we ervan uitgegaan dat het broedseizoen wat eerder begint. En dat we, ondanks het feit dat wij uiteindelijk die repeltjes zoveel mogelijk ja, van jaar op jaar gelijk willen houden, hè? Die vergelijking is heel belangrijk. Hebben we in dit geval toch gemeend om wat aanpassingen te doen. Vanwege het simpele feit dat we weten dat veel soorten echt eerder beginnen met het vestigen van een territorium en met daadwerkelijk broeden in Nederland. En nogmaals, dat heeft alles met klimaatverandering te maken. Daarom zijn een heleboel datumgrenzen een klein stukje naar voren opgeschoven. Dat is dus een kwestie van volgen van wat er in de realiteit in het veld gebeurt. Gewikkeld plaatje, bezoekschema. Even twee dingen bij vertellen. Eerstens, je ziet verschillende categorieën staan: BNP A, BNP B, BNP Z en BNP R.
Binnen dat broedvogelmonitoringproject hebben we naar verschillende smaakjes, verschillende BNP-typen. En daar horen ook verschillende soortenlijsten bij. Nou, veel van jullie werken met het BNP-A. En dat is in principe heel overzichtelijk. Alle soorten, dus je hoeft niet na te denken over de vraag van, hey, die roodborstenpaard, moest ik die nou wel of niet meetellen? Elke vogel die je tegenkomt, doet mee bij BNP-A. Als je nu een behoorlijk groot telgebied hebt en er zitten heel veel merels, koolmezen, houtduiven, dat kost je heel veel tijd, dan kun je BNP-B overwegen. BNP-B, bijzondere soorten zie je staan, nou, is eigenlijk vooral gericht op, ik zeg altijd maar, de categorie roodborstenpuit, groene specht, soorten die niet super zeldzaam zijn, maar ook niet bloedalgemeen. En als je BNPB-telling gaat doen, dan hoef je van de kleine 40 soorten, hoef je kleine 40 soorten niet mee te tellen. Welke soorten dat precies zijn, dat kun je terugvinden in de handleiding. Maar het gaat dus om de talrijkste en meest verspreid in Nederland voorkomende soorten, zoals een merel, een houtduif, et cetera. Ik zie nu trouwens staan pagina 19 van de handleiding, dit bezoekschema. Dat is niet goed, want dat is namelijk pagina 22. Excuus. Maar voor al die verschillende typen vind je dus hier een voorstel, zo moet je dat lezen, van hoe je het beste, en dan ook nog per habitat opgesplitst, een BNP-telling voor die categorie in het type habitat waar jij rond gaat lopen, hoe je dat het beste aan de vork kunt steken, hoe je dat het beste kunt gaan uitvoeren, hoeveel rondes. En op welk moment van de dag. Om even af te maken, BNPZ, zeldzame soorten. Nou, dat is een categorie die zich vooral richt op, het woord zegt het al, soorten die behoorlijk zeldzaam zijn. En dan kun je weer twee opties kiezen. Je kunt alle zeldzame soorten onderzoeken. Dus zowel de middelste bonte spechten als de nachtzwaluwen, als nou, nog een aantal. Je vindt dat ook allemaal terug in de handleidingen, welke soorten dat precies dan zijn. Maar je hebt ook de mogelijkheid om te zeggen, ik ga een flink groot telgebied jaarlijks helemaal uitkammen op bijvoorbeeld nachtzwaluwen. Nou, dat is typisch een soort, hè? Daar heb je ook een inspanning eigenlijk alleen in de avonduren voor nodig. Er zijn redelijk wat onder jullie die inderdaad tegenwoordig zo'n nachtzwaluwplot tellen. Alleen de nachtzwaluwen, maar dan wel een aantal keren in de avond het veld ingaan en een supergoeie. Een heel waardevolle informatie over het voorkomen van die nachtzwaluwen verzamelen. Dus ook dat, ook al is het maar één soort, is heel belangrijk en heel waardevol. BPR tot slot, roofvogels, naam zegt het al, dan gaat het alleen om roofvogels. En dan ligt het accent ook wat meer op het zoeken van nesten, omdat dat een hele goede manier is om een beeld te krijgen van de roofvogelpopulatie in het telgebied. Verschillende soorten, maakjes. BNP-tellingen dus. Nou, ik had het net al even over datumgrenzen, al in de handleiding terug te vinden. Een datumgrens, dat is eigenlijk de datumgrenzen, die staan voor een periode waarin het meest waarschijnlijk is dat de vogel die jij tegenkomt in jouw telgebied, dat die daadwerkelijk het vestigen van een territorium, broeden, voortplanting in de zin heeft. Geen doortrekker, geen passant, maar een vogel die daar daadwerkelijk wil gaan broeden. Nou, die datumgrenzen, die variëren van soort tot soort, hè. Er zijn vroege broedvogels, sommige vogels lopen al met jongen rond, als andere vogels nog in Afrika zitten en terug moeten komen. Ik heb hier even wat soorten op een rij gezet, die een vroege datumgrens hebben. En die je dus nu, als je het veld ingaat en gaat inventariseren, voor het echi kunt gaan tellen. Er zijn er een paar bij, zoals je ziet, waar die datumgrens morgenochtend ingaat. Andere staan al op 1 januari. En veel van deze soorten, zullen jullie ongetwijfeld ook zien, die zijn inderdaad op dit moment al territoriaal actief. Ik heb afgelopen weekend alweer aardig wat actieve middelste bonte spechten mogen tellen, bijvoorbeeld. Groene specht was ook actief. Boomleeuweriken beginnen echt flink te zingen. Dus ja, dat zijn soorten die je nu al volop kunt gaan tellen. Oké.
gaf net aan, veel informatie vind je in de handleiding. Als je nu op zoek bent naar specifieke informatie over een bepaalde soort, en dan vooral ook de vraag, hoe pak ik de telling van zo'n soort nou aan? Waar moet ik op letten? Zijn er ja, specifieke tips en tricks? Nou, dan adviseer ik je om naar de soortenpagina's op onze website www.sovon.nl te gaan, want daar vind je heel veel informatie precies daarover. Hè? We hebben voor alle in Nederland voorkomende soorten hebben we zo'n pagina. Nou, daar vind je allemaal informatie over, waar ze voorkomen, de trends, hè? Dus het resultaat eigenlijk van al onze tellingen bij elkaar. Maar ook over hoe pak ik het inventariseren van deze specifieke soort nou aan. En daar kun je echt heel veel, denken we, hopen we, heel veel nuttige tips vinden voor elke broedvogelsoort van Nederland. Oké, Avimap, daar kom ik straks nog even op terug. En tot slot van dit deel nog even wijzen op het feit dat je ook op onze website algemene informatie kunt vinden over het BNP, sovon.nl/BNP. Daar vind je achtergrondinformatie, instructie, filmpje, verwijzingen, bijvoorbeeld ook naar een digitale versie van die handleiding en naar alle andere informatie die voor jou als BNP-teller wellicht nuttig kan zijn. Oké. Dan wil ik nu met jullie gaan naar wat resultaten, telresultaten van 2023. Dan ook in relatie tot, moet ik even kijken. Even een ander schermpje openen. Als het goed is, zien jullie nu de Sovon website. Ik ben ingelogd als mezelf, zoals je ziet. En ik wil jullie even meenemen naar wat telresultaten. En nu realiseer ik me dat ik daar te vroeg mee ben. Sorry. Excuseer. Even kijken, nu moet ik weer terug. Dank u. Want ik wil jullie in eerste instantie nog een paar plaatjes laten zien die ik al in de PowerPoint heb laten zetten. Daar komen ze. Dankjewel. Excuus. Twee jaar geleden zijn we jullie gaan vragen om de resultaten van je BNP-tellingen eerder bij ons aan te leveren. En wij beloofden vervolgens om ze dan ook sneller te verwerken, zodat we ook sneller de gegevens aan jullie terug kunnen geven. Nou, dat hebben we nu twee broedseizoenen gedaan. En dat loopt eigenlijk gewoon hartstikke goed. Er zijn heel veel telgegevens van jullie allemaal op tijd binnen. Wij proberen er een beetje haast achter te zetten. Onze vrienden van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, die daar nog een aantal ingewikkelde berekeningen op los moeten laten, die zetten ook flink de vaart erin. Nou, het resultaat van dat alles is dat ik jullie nu voor het eerst bij zo'n startavond ook al even een paar plaatjes kan laten zien van trendberekeningen, inclusief het afgelopen seizoen 2023. Dus toch een klein mijlpaaltje. Nou, even een paar zaken op een rij gezet. Eerstens, en dat is op zich niet nieuw, maar springt er nu ook weer duidelijk uit. We kijken vaak vanaf het teljaar 1990, omdat er toen ja, genoeg BNP-gebieden geteld werden om stevige vergelijkingen te kunnen maken. Significante cijfertjes levert dat op. Nou, iets wat mij altijd weer opvalt. Je ziet een heleboel soorten als je over die hele periode 1990 tot en met vorig jaar, tot en met 2023 kijkt. Je ziet een hele trits soorten die duidelijk in aantal zijn afgenomen. Dus waar we er kennelijk minder van hebben als broedvogel in Nederland. Je ziet ook, en die balkjes zijn bij elkaar bijna even groot, een heleboel soorten waar het goed mee gaat. Die sinds 1990 duidelijk als broedvogel zijn toegenomen in Nederland. En ja, er zijn ook een aantal soorten waar wat betreft de aantalsontwikkeling niet zoveel mee aan de hand is. Die zijn stabiel over die hele periode bezien. Alleen, dat is eigenlijk maar een kleine minderheid, zie je.
stabiel, dat is maar een heel klein balkje. Dus er zijn veel meer soorten flink toegenomen of flink afgenomen dan dat de soorten stabiel zijn gebleven. En dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk, want zo lang, hè, 1990-23, is die periode nou ook weer niet. Dus dit is voor mij ook een bewijs van het feit dat broedvogels karteren bepaald niet saai is en dat het super relevante, belangrijke informatie oplevert. Nou, als je op iets kortere termijn kijkt, dit is over een periode van 12 jaren, dan zie je iets opmerkelijks. Ik denk dat het wel logisch is als je over een kortere periode kijkt, dat je meer soorten hebt die stabiel zijn. Maar wat je ook ziet, in dit geval zijn de balkjes bij de toename wat groter dan die bij afname. Dus kijk je over een kortere periode, dan zie je dat er meer soorten zijn die het wat beter doen vanaf 2012. Dus dat is mooi. En als je over de kortst denkbare periode kijkt die we kunnen vergelijken, dus dit is 23 ten opzichte van de resultaten in 2022, zie je dat nog wat duidelijker. Dan zie je er heel veel die stabiel zijn. Maar ook dan weer duidelijk meer toename dan afname. Dus dat zijn toch interessante en ook wel hoopgevende ontwikkelingen. Nou, die figuren die je net zag, alle soorten op een hoop. Daar zitten allemaal vogelsoorten achter. Even een paar op een rij gezet. Dit zijn allemaal soorten die we zien over die hele periode, hè, sinds 1990, die het slecht doen. En, nou, voor de meeste van jullie zal dat ook gesneden koek zijn. Kleine barmsai zie je daar staan, zomaar tot op patrijs. Ranzel, ringmus, de matkop. En ook veel weidevogels. In die top 9 dan ook scholhekster, wulp en de grutter. Dus dat zijn allemaal soorten die we zien over die hele periode sinds 1990, ja, die in de hoek zitten waar de klappen vallen, die zijn heel duidelijk afgenomen. We hebben nu even een paar gepakt waar iets opmerkelijks mee aan de hand is als je het over een hele korte termijn bekijkt, op de hele korte termijn bekijkt, waar die het in 2023 duidelijk minder deden dan 2022. Nou, daar zitten deels wat bekende soorten. Dus je ziet die patrijs bijvoorbeeld weer terug waar het slecht mee gaat. De zomertaling, die stond er net niet, maar die zit ook al jaren in de hoek waar het, nou ja, hè, daar gaat het ook niet goed mee. Maar opvallend is bijvoorbeeld de havik. De havik had een heel slecht jaar vorig jaar. Lezers van de takkeling, de mensen van de Werk op Roofvogels, wisten dat al, want Rob Bijlsma had het ook al beschreven. Wij zien dat dus ook terug in onze cijfers. 2023, opvallend slecht jaar voor de havik. Kruisbek is een soort die wisselt vaak heel sterk van jaar op jaar, had een slecht jaar. Je ziet de zwarte mees staan. Nou, veel soorten van naaldhout doen het al jaren niet zo lekker. Dat zien we bij die zwarte mees ook duidelijk terug. Ja, en dan nog twee opvallende eigenlijk. Je ziet de zwartkop. Op een paar weken dan zijn ze er weer, heerlijk. Maar je zit al jaren in de lift, hè, die zit ook eigenlijk in de top als je kijkt vanaf 1990 voor soorten die het heel goed doen. Maar plotseling vorig jaar echt een dipje. En hetzelfde geldt voor die mees daaronder, dat is de glanskop. Nou, die was eigenlijk heel lang stabiel of zelfs aan het toenemen. En plotseling vorig jaar toch een dipje. Even de glanskop en de matkop op een rij gezet. Die matkop die zat in dat eerste plaatje. Hè, wij bewijzen met z'n allen, met al die BNP-tellingen, dat die matkop het al jaren hartstikke slecht doet. Neemt steeds verder af. Die glanskop is, hè, de blauwe lijn, die is relatief stabiel. Maar die deed dus vorig jaar ook opeens een stuk minder. Dus het kan toeval zijn, het kan een tijdelijk dipje zijn. En het kan betekenen dat er misschien iets aan de hand is. Maar dat zullen we dan de komende jaren uitwijzen, als wij lekker blijven tellen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Goed. Een paar van de soorten die het op de langere termijn in Nederland heel goed doen, blijkt uit al onze tellingen. Nou, dat zal ook grotendeels voor jullie gesneden koek zijn. Halsbandpakiet, nelgans, koude gans. Roodborstenpuit, schitterend vogeltje. En die was in de jaren 70, ja, leek het daar heel slecht mee te gaan. Maar die zien wij sindsdien langzaam maar zeker weer steeds verder toenemen. Putter doet het goed, krakeend, blauwborst. Groene specht en ook de kleine bonte specht is
in de periode 90-23 is het duidelijk beter gaan doen in Nederland. Dan een paar soorten die het vorig jaar, blijkt uit al onze inspanningen, relatief goed deden. Nou, en wat dan meteen opvalt, daar zie je een aantal watervogels tussen staan. Tuut, wintertaling, tafeleend, waterhoen. Het zijn allemaal soorten die het juist of het algemeen wat minder doen. Wintertaling zeker, die is heel sterk afgenomen. Vorig jaar was het wat beter. Zou wellicht ook te maken kunnen hebben met het hele natte voorjaar wat we gehad hebben. Dat is voor veel watervogels natuurlijk best aantrekkelijk. Iets anders, opmerkelijks uit onze cijfers. Die havik, die zag je net, die had een slecht jaar. De sperwer, die het al jaren niet zo heel goed doet, die had juist een relatief goed jaar. Heel opmerkelijk. Daarnaast de zomertortel, een van de soorten die het hardst is afgenomen sinds 1990. Er is nog maar 4% over van wat er in 1990 nog een zomertortel zat in Nederland. Maar in 2023 voor het eerst in 10 jaar een heel klein beetje progressie. Dus en dat is echt niet zo dat het nu opeens supergoed gaat met die zomertortel. Maar we zijn dus heel benieuwd hoe dat volgend jaar, of dat dit volgend jaar is, dit jaar, hoe het zal zijn. Of er weer een beetje bij komt. Of dat het, nou ja, loze alarm was en dat hij dit jaar weer verder weg gaat zakken. Dus heel benieuwd wat jullie aan zomertortels gaan vinden in jullie telgebieden. Goudhaantje zie je staan. Best een raar vogeltje met sterk wisselende aantallen. En dat zie je ook in de indexen terug. Nou, vorig jaar was relatief goed. En dan de middelste van onder de bonte vliegenvanger. Dat is juist een die het al een aantal jaren heel goed doet. Er wordt heel veel interessant onderzoek naar gedaan. En langzaam maar zeker ontrafelen bij hoe dat nou toch komt. Maar dankzij alle BNP-tellingen weten we dat die daadwerkelijk in aantal toeneemt. Dat is dus hartstikke belangrijk. En tot slot de groenling. Soort die het een paar jaar lang wat minder deed. Had waarschijnlijk ook met een ziekte te maken. Nou, vorig jaar weer wat meer groenlingen geteld. Dus wellicht dat daar het lek boven is. Maar dat gaan we dan dit jaar weer merken. Dus. Goed, allemaal spannende resultaten. Nogmaals, hartstikke fijn dat er zoveel geteld is en dat we nu alweer zoveel weten. En vooral ook hartstikke fijn dat we het nu inderdaad wel kunnen laten zien. Omdat jullie allemaal heel tijdig die tellingen hebben doorgegeven. Want daar begint het mee. Dus dank je wel daarvoor. Oké, dan ga ik nu wel naar de website. Even kijken. Even zien. Er zijn namelijk een paar dingetjes recent veranderd op die website. En daar wil ik jullie even in meenemen. Ik ben dus nu weer als mezelf ingelogd. Zoals jullie dat ook kunnen doen. Ik ga naar mijn telprojecten. Ik ga naar BNP. En nou, velen van jullie zullen meteen zien, dit ziet er net even anders uit dan het de afgelopen jaren het geval was. Er is niks wezenlijks veranderd, maar we hebben wat weinig gebruikte categorieën weggehaald en we hebben het geheel even een nieuwe look gegeven. Ga even naar voorbeeld, telgebied, Wielenberg. Dat doe ik niet toevallig, want daar ben ik van het weekend begonnen met een eerste volledige telronde. Ja, kunnen jullie ook allemaal zien in je eigen telgebieden. Dus je gaat hier naartoe, je gaat naar bezoek en soorten. En je krijgt keurig een overzicht van de telling die je hebt uitgevoerd. Ja, dus links een overzichtje van alle ingevoerde waarnemingen met in geel de looproute. Hè. Een van de voordelen van werken met Avimap kun je allemaal vastleggen. En aan de rechterkant zie je een overzichtje van alles wat je hebt ingevoerd. Dat oranje kleurtje trouwens, dat wil eigenlijk alleen maar zeggen van hey, je hebt best veel groene spechten of grote bonte spechten geteld. Dat heeft verder niet zoveel te betekenen. Dus het is niet zo dat we daarmee zeggen dat dat niet kan of dat het fout is. Integendeel, ik denk dat je het dan. Nou, het is gewoon interessant, laat ik het daarop houden. Oké. Als je iets wil
aanpassen aan je waarnemingen, dan is dit eigenlijk de beste plek om dat te kunnen doen. Je ziet hier waarnemingen aanpassen staan. Als je daarop klikt, kun je een waarneming aanpassen. Bijvoorbeeld ook verwijderen of verplaatsen of een andere broedcode geven. Bijvoorbeeld mocht dat bij nader inzien nodig zijn. Of stel dat je één soort vergeten bent in te voeren, dan kun je hem hier alsnog gaan toevoegen. De werkbezoekgegevens, die klik ik even open. Daar kun je een aantal zaken, mocht je dat niet eerder hebben gedaan, nog aangeven. Bijvoorbeeld, dit is wel een belangrijk, je ziet hier staan, deelbezoek. Stel dat je niet het hele telgebied hebt onderzocht op die ochtend, maar de helft. Dan kun je hier aangeven dat je 50% van het telgebied hebt onderzocht. En dat is voor een goede werking van de clustering, van de autoclustering, is dat wel belangrijk. Dus dit soort zaken kun je allemaal aanpassen op de website bij je eigen telgebieden. Mocht je daar vragen over hebben, stel ze ons vooral via de chat nu of later via de mail. Het is wel handig als dat allemaal een beetje klopt. Oké. Nog even iets laten zien over de output. In goed Nederlands, de resultaten. Je ziet hier resultaten staan. Ik krijg daar nogal eens wat vragen over, dus vandaar dat ik dat nu even wil laten zien. Stel dat ik van dat plot wat ik net liet zien, ik moet nu even naar beeldvogel monitoring project weer toe. De meeste van jullie zullen hier alleen het project beeldvogel monitoring project zien, dan ga je er meteen naartoe. Als je ook andere broedvogeltellingen doet, dan moet je hier even broedvogel monitoring project selecteren. Nou, ik krijg nu keurig een lijst van de telgebieden, de BNP-telgebieden, waar ik iets mee te maken heb. Ik klik die Wielenberg aan en ik klik op kaarten. En ik wil nu bijvoorbeeld van de middelste bonte specht, leuk soort natuurlijk, wil ik eigenlijk de resultaten van de afgelopen paar jaar dus even op een rijtje zien. Dit is een telgebied wat ik jaarlijks inventariseer. Dus ik kan nu hier een aantal jaren aanklikken. Laat deze even nemen. Dus ik heb gezegd, ik wil een verspreidingskaart van één soort. Welke soort de middelste bonte specht? Welke jaren? Deze jaren. Nu klik ik op download. Dan vraagt hij nog wat voor kaartondergrond wil je hebben, dat soort zaken. Nou, prima. Downloaden. En dan verschijnt hier, als het goed is, een overzichtskaartje. Moet ik hem even iets kleiner maken voor jullie. Dit is dat telgebied Wielenberg. En je ziet hier een aantal stipjes staan. Nou maak ik hem wel heel klein. En dat kleurtje, hè, want het zijn allemaal territoria, dus niet de waarnemingen, maar de geclusterde territoria van die soort, van die middelste bonte specht. Maar wel over die jaren die ik net geselecteerd heb. Dus 2020 tot en met 2024. Het zal nog wel niet compleet zijn, maar ik had twee meetellende waarnemingen afgelopen. Dat was het zaterdag, dus die zitten er ook al in. Nou, je ziet die verschillende kleurtjes. En zo krijg je wel snel een beeld van, hey, waar kom ik nou het vaakst die middelste bonte spechten tegen? En ik ga nu ook weer eens extra goed letten op plekken waar ik hem nu nog niet had, maar de afgelopen jaren wel. Dus op zo'n manier kun je daar heel eenvoudig inzage in krijgen. Kun je eigenlijk ook ja, spelen met al die prachtige informatie die je bij elkaar hebt geteld. En dat geeft je meer inzicht in je eigen tellingen. Nou, er zijn nog allerlei andere kaartopties. Gezien de tijd kan ik daar niet allemaal op ingaan. Maar ik zou je echt aanraden, kijk eens naar die opties. En ja, ik denk dat je daar allerlei heel interessante dingen mee kunt doen. Even kijken of ik nu terug kan. Even zien. Dus ik wil nog wel op de website blijven, maar even hierop klikken. Kijken hoor. Momentje, ik moet hem even opnieuw delen. Waar is mijn. Excuseer, ik wil even terug naar de website, maar
We zijn hem even kwijt. Want ik wil jullie nog even iets laten zien van de zogenaamde claimkaart. En even ook aangeven dat je daar niet alleen vakante bestaande plots kunt claimen. Ja, we zijn er weer, dankjewel. Maar dat je ook zelf, als je dat zou willen, nieuwe telgebieden, nieuwe BNP-telgebieden kunt intekenen. Daarvoor moeten we even terug naar de website, dankjewel. En dan ga ik hier naartoe. Hier bovenaan staat vakante gebieden. Nou, dan kom je op een menutje waar je van allerlei verschillende zoveel projecten je belangstelling kenbaar kunt maken om mee te gaan doen. Hier staat broedvogels, bovenaan BNP AB. En als ik daarop klik, dan verschijnt er een overzichtskaart waarop ik, moet ik wel een stukje uitzoomen, allerlei vrolijke kleurtjes krijg. Blauw, dat staat voor telgebieden die recent geteld zijn. Dus daar zitten al tellers op. In groen, alleen dat groene lijntje, dat zijn telgebieden die eerder zijn ongezocht, maar op dit moment verweest zijn, waar geen teller op zit. En we vinden het heel prettig als anderen zo'n plot zouden willen overnemen. En het leuke voor jou als nieuwe teller is dat er dus al eerdere tellingen beschikbaar zijn. Dus je hoeft niet bij nul te beginnen. Nog mooier wordt het voor ons als je naar zo'n paars telgebied zou gaan. Dat aanklikt. Dat paars wil namelijk zeggen, dit is een telgebied waar we op dit moment geen tellers voor hebben. Maar we vinden het heel belangrijk, extra belangrijk, dat dat gebied weer geteld gaat worden. En bijvoorbeeld omdat het in een Natura 2000 gebied ligt, of juist, want dat vinden we ook heel belangrijk, omdat het ligt in agrarisch gebied. In agrarisch gebied, ook in heel gewoon doorsnee agrarisch gebied, boerenland, daar hebben we eigenlijk wat weinig meetpunten. En we zouden het hartstikke fijn vinden als we daar iets meer meetpunten hebben. Nou, daar kun je ook bijvoorbeeld een BNP-telling uitvoeren in maximaal 5 rondes. Als je dat een paar jaar doet, dan draag je al enorm bij aan onze kennis van het voorkomen van de gewone vogels van het gewone boerenland. En dat is om een aantal redenen heel belangrijk. Nou, een aantal van die paarse plots liggen in dat boerenland, maar je kunt ook zelf, en dat zie je hier, een nieuw gebied melden en dat vervolgens intekenen. Dat komt dan bij ons terecht. We kijken er even naar en dan zeggen we oké. En dan kun jij aan de slag in dat nieuwe telgebied. Goed. We gaan naar de volgende ronde. Even kijken. Dan ga ik terug naar de PowerPoint. Komt ie maar. Dan moet ik hem denk ik even vergroten. Zou ik denken. Ja, dank u wel. Deze sla ik even over. Ik zal het woord even geven aan Hugo. Die gaat jullie iets vertellen over de verdiepingscursus broedvogels die we aan het ontwikkelen zijn. Ja, goedenavond allemaal. En dankjewel Jan-Willem voor het verhaal. Duidelijk denk ik, want er zijn weinig vragen bij mij in de chat binnengekomen. Wel een aantal mensen die een persoonlijke vraag hebben gestuurd naar het account waar Jan-Willem op zat. Dus daar hebben we nog even niet naar kunnen kijken. Dat gaan we zo meteen nog even doen. Die behandelen we dus even voor het laatst. Ik ga jullie nu even wat vertellen over de verdiepingscursus Broedvogels. Onderdeel van de Sovon Academie. En de Sovon Academie is bedoeld om vogelaars en tellers op te leiden. En al eerder op de Sovon Academie stond de water- en wintervogelcursus. Misschien hebben jullie daar al een keertje wat voorbij zien komen. Maar vanaf 15 maart staat ook de verdiepingscursus Broedvogels online. En de naam die zegt het al een beetje. Het gaat dus puur over de broedvogels. En daarbij leer je alles over de herkenning,
ecologie en de leefgebieden van de Nederlandse broedvogels. En het uitgangspunt van deze cursus. Het uitgangspunt van deze cursus is dat je alles leert over de te verwachten soorten binnen bepaalde leefgebieden van Nederland. Dus de cursus is opgedeeld in bepaalde biotopen. Daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. De cursus in het specifiek gaat niet over broedcodes. Dus jullie als BNP'ers zijn natuurlijk ontzettend veel bezig met ik neem een gedrag waar in het veld. Welke broedcode hoort daarbij? Maar deze cursus gaat in het specifiek over dat gedrag, om het gedrag te leren begrijpen. Dus dan leer je bijvoorbeeld hoe een territoriale graspieper zich gedraagt. En niet per se welk broedcodenummertje daarbij hoort. Het gaat dus echt om te begrijpen wat je in het veld ziet, zonder de vertaalslag richting de BNP daarna. Dat kan wel heel handig zijn voor BNP'ers natuurlijk, omdat je daardoor beter begrijpt wat er in het veld gebeurt. Kijken, ik heb hier een schematische weergave van hoe de cursus er ongeveer uitziet. Het ziet er misschien een beetje ingewikkeld uit zo, maar ik ga hem toelichten. Hier op links zie je een aantal modules staan. De cursus bestaat namelijk uit modules en een module is een leefgebied. Dus zo hebben we het leefgebied boerenland en het leefgebied stad en dorp. Die twee modules die staan vanaf 15 maart aanstaande online. En die modules die bestaan dan weer uit verschillende lessen, zoals je hier ziet. De module boerenland die bestaat uit drie lessen. Grasland, akker en erf. En de les van grasland is dan weer onderverdeeld in meerdere clips. Dan zie je hier een introductie. En hier een clip over bijvoorbeeld ganzen en zwanen in de les landschap. Vervolgens zijn er per clip meerdere en meer keuzevragen. Waarop je je kennis dus kunt testen en gelijk toe kunt passen. En mocht je nog niet genoeg hebben van deze clips en informatie, dan hebben we ook een pagina met linkjes waarop je nog meer informatie over broedvogels in het grasland kunt vinden. En zo gaat dat dus door met verschillende modules en verschillende leefgebieden door heel Nederland. Zoals ik al zei, is de cursus online vanaf 15 maart, althans een deel van de cursus. De modules stad en dorp en boerenland, die zijn vanaf 15 maart online. En de andere zes modules, dus die ik net kort liet zien, die zullen in ieder geval vanaf maart 2025 online staan. Maar waarvan een groot deel waarschijnlijk al in de loop van 2024 en begin 2025 online zullen staan. De prijs, jullie zijn allemaal tellers. Dus voor jullie geldt een prijs van €84,50. Zoals je ziet is dat €30 korting op die tellers en leden. En deze prijs moeten wij vragen om de kosten te kunnen dekken van het maken van de cursus. En daar zit verder geen winstoogmerk op. Het opgehaalde geld dat gebruiken we om de cursus te maken en in de toekomst verder te ontwikkelen van cursuswerk van zoveel. De cursus zit vol met foto's, geluiden, filmpjes, grafieken en kaarten. Om op die manier zo goed mogelijk de informatie in de clip over te brengen. Per clip, zoals ik al zei, zijn er meerdere meer keuzevragen. Die je dus interactief laat denken over de stof die je net hebt gezien in die clip. Hieronder zie je zo'n figuur. De cursus zit vol met dit soort figuren. Waarin je dus de legdata van ganzen en zwanen in grasland ziet. En daarin zie je dus en begrijp je dus op een makkelijke manier dat de nijlganzen veel eerder beginnen met broeden dan brandganzen. En dat grauwe ganzen, knobbelzwaan, grote Canadese ganzen, of überhaupt Canadese ganzen, en bergeenden daar een beetje tussenin zitten. En zo begrijp je dus meer over de ecologie van deze ganzensoorten in het grasland. Het cursusplatform staat op cursus.sovon.nl. Mocht je je opgeven voor deze cursus, dan krijg je daar nog meer informatie over. Maar op deze cursussite zijn ook een aantal testje kennisquizzen te vinden. Dus als je naar cursus.sovon.nl gaat, dan zie je dit inlogscherm, waarin je een gebruikersnaam en wachtwoord kunt aanmaken.
En vervolgens kun je een aantal testje kennisquizzen maken. Die zie je hier vervolgens. Dit scherm zie je als je inlogt op cursus.tovon.nl. Je ziet hier een testje kennis niveau 1 quiz over broedvogels en niveau 2 quiz over broedvogels. Deze kun je maken onbeperkt en gratis. En het is heel leuk om een beetje op een speelse manier te kijken naar broedvogels en naar je kennis daarover. Er zijn zowel foto's als geluiden, dus dat maakt het misschien nog extra leuk om daarmee een beetje te oefenen. Mocht je vragen hebben over een van de cursussen in ieder geval, dan kun je ze in de chatbox stellen. Dan kunnen we daar kort even antwoord op geven of iets toelichten. Of aan cursus@sovon.nl mailen. Mocht het dus een uitgebreide vraag zijn, dan kijk ik daar morgen of overmorgen naar. Dan kan ik daar antwoord op geven. Even kijken. Ik zie trouwens een hoop mensen die vragen stellen in de chat. Vanaf nu misschien handiger om dat niet richting dit account te doen, maar naar het account Sovon Vogelonderzoek Nederland. Even kijken, dat is de co-host van de vergadering. Dan kan ik wat rustiger naar de vragen kijken zometeen. Dus heb je een aantal vragen, stel die dan naar het andere account en niet naar het account die nu je scherm deelt. Even kijken, dan geef ik het woord weer aan mijn collega Jan Willem. Die gaat zijn scherm zo meteen weer delen. En die gaat wat vertellen over de invoer van AviMap. Misschien dat voor sommige mensen nog verhelderend werk zo vlak voor het seizoen. Oké, dankjewel Hugo. Ja, we hebben nog een paar minuutjes tot 9 uur en ik wilde jullie inderdaad graag even meenemen naar de Avimap-app in relatie tot de BNP broedvogeltelling. En dat is ongetwijfeld iets waar velen van jullie al gebruik van maken. Ik wil er gewoon even met jullie doorheen lopen. Je ziet hier een icoontje staan, Sovon Avimap. Die klik ik aan. En dan word ik heel vriendelijk terug welkom geheten. Ik blijkt zelfs al iets gedaan te hebben dit jaar. Dat is mooi. Goed. Ik wil nu een nieuwe telling gaan starten. Bruin balkje. En dan, dat is meteen wel een belangrijke, zie ik staan, selecteer het project. Nou, in dit geval staat er meteen broedvogelmonitoringproject, daar wil ik naartoe. Het zou kunnen dat er op dat moment eerst nog een ander project geselecteerd is. Want je ziet, er hangen een heleboel opties, allerlei verschillende projecten onder. Dus staat er bijvoorbeeld bij jouw Live Atlas en je wil gaan BNP'en, dan moet je even op dat kleine grijze driehoekje klikken. Dan krijg je al die verschillende projecten te zien en kun je het project waar je op dat moment iets mee wil uit gaan kiezen. Goed. En waar, in welk BNP-telgebied wil je dan gaan kijken? Er zijn nogal wat mensen die meerdere BNP-telgebieden op hun naam hebben staan. Nou, wat ik zelf heel handig vind, is om dan even naar kaart te gaan. Je ziet dat symbooltje achter gebied waar je gaat tellen. Dat is een wereldbolletje. Als ik daarop klik, dan verschijnt er, als het goed is, ooit een. Ja, daar heb je hem. Een kaart met daarop de ligging van BNP-telgebieden, in rood in dit geval, van BNP-telgebieden waar jij recht op hebt, waar jij kennelijk tellingen verricht. Ga ik weer even naar dat gebied waar we net ook al naar keken, hè, met die Middelste Bonte Spechten, de Wielerberg. Wil ik daar een telling gaan uitvoeren? Dus ik heb nu gewoon even op die kaart geklikt in dat gebied Wiedenberg van ja, nou daar wil ik wel een telling gaan starten. Huppatee. Beetje laat, maar vooruit. Start met tellen. Dan moet hij weer heel even nadenken. En vervolgens verschijnt er een kaart van mijn telgebied. En daaronder zie je meteen een heleboel
sneltoetsen, zoals die dingen dan zo mooi heten, staan met allemaal afkortingen van vogelnaam. Die sneltoetsen die kun je zelf eigenlijk maken, instellen. En ik vind het zelf heel handig om voor verschillende telgebieden waar ik rondloop, van die sneltoetsen te hebben. En je kunt het ook nog in de loop van het seizoen aanpassen. Stel dat ik hier een bepaalde soort wil toevoegen die ik nu nog niet zie. Bijvoorbeeld de matkop. Dan klik ik, wacht, ik ga even terug, want nu is dat onduidelijk. Ik klik op de drie witte puntjes die daar rechtsonder staan bij al die sneltoetsen met die vogelnamen. Dus ik klik daar rechts van de vink, klik ik op dat toetsje. Druk hem iets langer in en dan kan ik eigenlijk elke soort naar keuze gaan intoetsen. Dus ik toets gewoon MAT en dan weet hij al, oh je bedoelt vaste matkop. Die zet ik erin. En vervolgens verschijnt die matkop ook als sneltoets. En zo kun je dat dus heel makkelijk aanpassen. Goed. Wat je nu even niet ziet is mijn looproute, want ik ben er niet echt. Maar ik heb bijvoorbeeld op deze plek een zingende koolmees. Prachtig. Nou, ik zei eerder al, we hebben in die app, sorry, hebben we de meest voorkomende broedcodes al voor je klaargezet. En die bovenste code, daar springt hij automatisch naartoe. Dus wat ik nu heb gedaan, ik heb gezegd, daar zit een vogeltje te zingen. Het is een koolmees en de broedcode is 2. Zang of bals. En dat is ook de meest gebruikte broedcode, staat bovenaan. Het enige wat ik nu nog hoef te doen, is even op die diskette klikken en ik heb de waarneming opgeslagen. Rood bolletje met een K-afkorting voor koolmees. Nou, een stukje verderop hoor ik ook een koolmees zingen. Hier heb ik ook een zingende koolmees. En dan hier een stukje verderop. Het is wat vroeg, maar oké. Okay. Kom ik een havik tegen, die zit te kekkeren, ik kijk eens goed en daar zit zowaar een havik op een nest. Nou, dat is geen broedcode 2. Welke code was dat ook alweer al wel? Nou, ik zie hier drie broedcodes staan. Maar als ik even alle broedcodes wil zien, dan klik ik op de drie witte puntjes, maar dan in deze kolom. Dus onder die andere broedcodes. En dan krijg ik een keurig overzicht, heel in het kort, van al die verschillende broedcodes. Ik zie dat de vogel op een nest zit. Dus ik mag ervan uitgaan dat dat nest bewoond is. Ik kan niet zien of er eieren of jongen in zitten. Nou, dat is de broedcode 13. Stond ook al klaar. Ik klik op de diskette en nu heb ik een broedcode 13 ingevoerd voor die havik. Nou, zo kan ik mijn telling gaan afmaken, allerlei waarnemingen invoeren. Misschien kom ik hier nog een houtsnip tegen. Die vliegt daarop, zegt nog, ja, dat zegt niet zoveel over broeden of territoriaal gedrag, maar ik wil wel de waarneming vastleggen. En ik hoef geen sneltoets met houtsnip te hebben, maar ik wil hem er wel in zetten. Druk ik weer op die puntjes. Ik zeg houtsnip. Huppakee. En ik voer hem in. Oh, en nu doe ik iets verkeerd. Ik zei het expres. Want hij staat standaard, zoals je ziet, op broedcode 2. Een zingende of balsende houtsnip. Sorry, dat was niet de bedoeling. Want ik zie alleen een opvliegend beest. En die moet volgens mij een broedcode 1 hebben. Nou, gelukkig kan ik dat weer herstellen. Ik klik op die ingevoerde waarneming van houtsnip. En dan zie ik hier een mogelijkheid staan, wijzigen. Dus daar klik ik op. Hij staat nu op broedcode 2. Even naar boven scrollen. Daar maak ik broedcode 1, volwassen individu van. Ik sla hem op. En nu, als het goed is, is die waarneming aangepast. Ik kan het nog even controleren. Kijk, als ik hem nu open, is het C, volwassen individu. Dus dat is die broedcode 1. Oké. Zo ga ik braaf mijn hele telgebied door. Ik heb allemaal waarnemingen verricht. Hartstikke mooi. En als ik daar klaar mee ben, dus aan het eind van mijn telling, dan ga ik iets heel belangrijks doen. Dan ga ik mijn telgegevens uploaden. Dan ga ik zorgen
dat ze op mijn account op die Sovon-site terecht gaan komen. Hè, waar we eerder al even naar keken. Nou, kan op een paar verschillende manieren. Pak nu even deze. Weet ik zeker dat ik het bezoek wil afsluiten? Ja, ik heb alles geteld. Even dat bovenste. Ik heb nu de mogelijkheid om te zeggen dat bezoek wat ik nu breng, het is een BNP-telling, maar ik kan hem eventueel ook ten goede laten komen aan het Live Atlas project, het andere telproject van Sovon. Het enige wat ik dan eigenlijk moet doen, is zorgen dat ik alle soorten die ik heb vastgesteld in die telgebied, dat die ook allemaal in die Live Atlas telling terechtkomen. Nou, als BNP'er ben je minder geïnteresseerd bijvoorbeeld in overvliegende vogels. Voor Live Atlas zijn die waarnemingen wel relevant. Dus stel dat ik er inderdaad ook een Live Atlas telling voor wil maken, dan geef ik dat aan. Ik zeg oké. Okay. En vervolgens krijg ik weer een hele soortenlijst te zien en kan ik soorten die ik wel ben tegengekomen, maar die ik met mijn BNP-telling niet heb aangegeven, alsnog doorgeven. Ik hoef dat niet meer op die trek te doen, maar ik had bijvoorbeeld een blauwe reiger bij dat enige plasje wat daar is. Nou, zet ik die op aanwezig. Kijk, de soorten die ik al had aangegeven, die zie je al staan. Havik, houtsnip, et cetera. Nou, koolgans kan ik er nog aan toevoegen. Dan heb ik alle waarnemingen die ik gedaan heb keurig vastgelegd. Ik heb niet een uur in het kilometerhok gelopen, maar het was variabel. Ik heb alleen maar vogels geteld. Je kunt, zoals je ziet, kun je ook nog een aantal andere soortgroepen in zo'n Live Atlas telling aangeven. Huppakee. Oh, sorry. Dan moet ik netjes aangeven. Hij is heel streng, zoals je ziet, dat ik die andere soortgroepen niet heb onderzocht. Ik was met één waarnemer. Oké. Okay. En nu ben ik klaar. Dan ben ik klaar om te uploaden. En nu zie ik zowel mijn BNP-telling staan als die Live Atlas-telling. Omdat ik net een foutje maakte, zie ik die zelfs twee keer. Ik zeg upload. En nu zijn er drie verschillende bezoeken, eigenlijk twee dus, naar de Sovon-site gegaan. Waaronder, en dat is voor ons toch even de belangrijkste, die BNP-telling. Dus ik heb nu met de Avimap-app een telling uitgevoerd. Ik heb de resultaten geüpload en nu kan ik ze op de website waar we net waren nog eens rustig bekijken, eventuele foutjes herstellen. En op die manier zorgen dat de juiste gegevens gebruikt gaan worden. Oké, okay, dat is wat ik wilde zien, laten zien, sorry, over Avimap. Dan zijn we nu een heel eind. En dat mag ook wel, want het is 9 uur. Dan gaan we even terug naar de presentatie. Voor de laatste plaatjes. Oké. Okay. Die hebben we gehad. Die ook. Als jullie na aanleiding van deze presentatie, of natuurlijk na aanleiding van zaken die je in het veld tegenkomt, vragen hebben, opmerkingen hebben. Als je merkt dat er iets op de site of in de app niet helemaal werkt zoals het zou moeten werken, dan vinden we het heel fijn als je dat aan ons door wil geven. En daar hebben we verschillende mailmogelijkheden voor. broedvogels@sovon.nl. Mijn collega Joost van Brugge, mede-coördinator van het BNP, is meestal de eerste die je dan van een antwoord zal voorzien. Daarnaast hebben we helpdesk@sovon.nl. Dat is bedoeld voor alle type tellingen. Als je ergens tegenaan loopt, ergens iets onduidelijks is, kun je een mailtje sturen aan de helpdesk. En als het goed is, krijg je binnen een dag een antwoord. Goed. Dat was het algemene verhaal wat ik jullie wilde vertellen, waarbij dit natuurlijk nog wel even heel belangrijk is. Lekker naar buiten allemaal, al dan niet met je voeten in het water.
Ik hoop dat jullie allemaal een hartstikke mooi voorjaar en een heel leuk veldseizoen zullen hebben. En dat je ook weer allerlei spannende waarnemingen zult gaan doen tijdens je BNP-telling. En dat wij daar straks weer in mogen delen. Dat zou heel erg fijn zijn. Dank je wel daarvoor. En dan ga ik nu aan Hugo vragen of er nog vragen zijn waar we nog even plenair naar willen gaan kijken. Ja, daar ben ik weer. We geven de koptelefoon even over, zodat jullie ons goed kunnen horen. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. Nogmaals, wil je die vragen beantwoord hebben en besproken hebben nu, dan is het belangrijk dat je die niet naar het account stuurt die nu zijn scherm aan het delen is, maar naar het andere account die niet zijn scherm deelt, want daar kan ik dus meekijken. Allereerst wil ik even aan Jan-Willem een praktische vraag in het veld stellen van Jan Vekke. Die vraagt: welke broedcode kun je het best gebruiken bij een territoriumconflict of het verjagen van indringers? Bijvoorbeeld twee vechtende grote bonspechten. Dat staat niet heel duidelijk in de BNP-handleiding. Maar wat gebruik jij daarvoor als je dat bijvoorbeeld in het veld ziet? Dat is een goede vraag, Joop. En gelukkig ook eentje waar ik een antwoord op meen te kunnen geven. Als je een territoriumconflict in het veld tegenkomt, dat betekent dat eigenlijk dat je een heel mooi bewijs hebt van het feit dat er kennelijk twee territoria tegen elkaar aan liggen. En dan kun je dus twee keer, nou, meest logisch, een broedcode 2 geven. Want die twee vogels die daar aan het matten zijn, ja, inderdaad, het is heel waarschijnlijk dat die staan voor twee verschillende territoria. En dat is dus heel wat anders dan, en dat is iets wat je deze dagen ook veel hebt, dan een paar grote bonte spechten die allebei aan het roffelen zijn. Hè, roffel is eigenlijk ja, de zang zeg maar, van veel spechten, zeker die grote bonten. Ja, ze zijn er nu heel actief in. Mannetjes roffelen vaak wat harder, wat steviger dan vrouwtjes, maar die duetten die komen best vaak voor. En dat is soms wel even lastig om dat goed te interpreteren. Maar die territoriumconflicten, ik heb ze inderdaad zaterdagochtend ook weer mogen tegenkomen. Ja, dan merk je echt harde roffels. Op een gegeven moment vliegen ze ook achter elkaar aan, luid roepend. Nou, een stevig territoriumconflict. En als je ze ook nog goed kunt zien, dan kun je ook echt zien dat het om mannen gaat, twee verschillende mannetjes gaat. En dan mag je dus rustig allebei je broedcode 2 geven. Dus. Oké. En dan nog een vraag van, ik geloof Guus, als ik het goed heb onthouden. Guus vroeg zich af, Jan-Willem, of het mogelijk is om in de BNP-handleiding of ergens anders op een andere plek te filteren op wanneer welke datum grens ingaat. Dus dat je dan precies ziet in volgorde van wanneer de datum grens ingaat per soort. Dus dat je dan een overzicht krijgt van soorten die in februari al tellen. En dan in maart en april dat het in die volgorde staat. Staat dat ergens? Is dat ergens te vinden? Dat is niet in die vorm ergens te vinden, Guus. En je hebt helemaal gelijk, dat is een omissie. Daar hebben we het eerder intern over gehad. We hebben het nog niet gerealiseerd. Ik denk dat het vrij simpel is om dat wel te realiseren. Dus ik dank je zeer voor deze reminder. Hele goede tip. En wij gaan proberen om dat nog tijdens dit seizoen ook voor elkaar te krijgen. Dat zal wel op een vrij simpele manier zijn. Er volgt sowieso binnen nu een week nog een BNP-nieuwsbrief voor alle tellers, een digitale nieuwsbrief. En ik beloof je dat ik dit aspect daarin mee zal nemen en dat ik even ga kijken hoe we dat snel kunnen realiseren. Dank je wel nogmaals. Oké, ik hou nog even de chatbox in de gaten. Even kijken. Jullie hebben leuk meegechat. Dankjewel daarvoor. Ook een aantal leuke positieve reacties. Dat is leuk om te lezen. Even kijken. Ja, er kwamen nog een aantal vragen binnen over de prijs van de cursus. Die prijs, die €84,50. Die geldt voor de hele cursus. Dus niet voor één module, maar voor de hele cursus. En je hebt 2 jaar lang toegang tot die cursus.
Dus dat, die prijs geldt niet per module. En die prijs is ook inbegrepen bij de rest van de modules. Dus die, je hebt recht tot alle modules met die prijs van €84,50. Kijk ik nog even verder. Ik zie verder geen vragen in de chat. Dus ik denk dat je een duidelijk verhaal verteld hebt, Jan-Willem. Dit is je laatste kans om een snelle vraag te stellen. Dan sluiten wij hem. Wij zijn 9 minuten over tijd. Ik hoop dat jullie ons dat vergeven. Super bedankt dat jullie er allemaal waren. Volgens mij was het een verhelderende avond, zo vlak voor het BNP-seizoen. Wij wensen jullie heel veel succes in het veld en vooral heel veel plezier. Hopelijk zit het weer een beetje mee aankomende weken en kunnen we er allemaal mooi op uit, net zoals afgelopen weekend. Wij sluiten bij deze de meeting. Fijne avond nog en succes in het veld en tot ziens. Hoi hoi. Doei.